beste kijkers, leuk dat jullie weer kijken. We zijn in Koutum en dat ligt vlakbij Leeuwarden. En we zijn hier bij het Campanile Hotel. We zijn uitgenodigd om hier te komen filmen. Nou, als je nou denkt, hey, dit hotel wil ik ook boeken, klik dan op de link onder in de tekst. En je weet het, hè, na het kijken, even liken en abonneren. Tot zo! Welkom in ons kamertje. Nou, ik zal meteen maar beginnen over de prijs-kwaliteit verhouding. Want het is natuurlijk een heel eenvoudige kamer. Maar je hebt hem ook wel voor een paar tientjes. Dus hou dat even in gedachten. Nou, we beginnen hier. Een televisie. We hebben net een schoongemaakte waterkoker bij de receptie meegekregen. In verband met de corona natuurlijk. En theezakjes en dergelijke. En flesjes water. Nou, we hebben een tweepersoonsbed. Hier is de kast waar je al je spullen kwijt kunt. En dan gaan we naar de badkamer. Er is een föhn. Nou, natuurlijk een toilet, een wastafel, plastic bekertjes, een douche. Douchen in bad, want er is een klein bad. En een douchegordijn. Ja, ik zei het net al, het is een eenvoudige kamer. Maar ja, je zit wel vlakbij Leeuwarden en het is 10 minuten fietsen. Het hotel verhuurt ook fietsen. Dat kost normaal gesproken €12,50 per persoon per dag. En wij gaan nu eventjes op de fiets naar Leeuwarden. Dus kijk met ons mee. Ja, dat is het typerende aan de Campanile Hotels. Als je je kamer uitstapt, dan sta je op de galerij. Er zijn in het hotel 49 kamers. Ze zijn allemaal hetzelfde. Maar je kan wel kiezen tussen een tweepersoonsbed of twee losse bedden. Het hotel is net even buiten Leeuwarden. Het is met de auto 5 minuten, met de fiets 10 minuten en lopen 30 minuten. En aan de overkant is de McDonald's. Als je aan deze kant van het hotel zit, zit je dicht bij de snelweg. Maar de kamers hebben rolluiken en die isoleren de kamer heel goed. Dus dan hou je het geluid buiten. En rondom het hotel zijn gratis parkeerplaatsen. Het Campanile Hotel heeft als een van de eerste hotels in Nederland een NSF-certificaat gekregen. Voor coronavrij overnachten. En dat zie je ook wel, want het personeel draagt bijvoorbeeld mondkapjes en handschoentjes en alles is gedesinfecteerd. Dus je kunt hier coronaveilig overnachten. Er is in het hotel geen lift, maar er zijn twee minder valide kamers. Thank you.
hebben lekker geslapen hoor. En door het rolluik is het goed donker en hoor je ook niets. We hebben net gedoucht. Het is een goede straal. Ja, douchen in een bad, het blijft altijd een beetje gevaarlijk, hè. Maar gelukkig is de bodem van het bad is wel plat. En er zit ook zo'n beugel. Maar even goed even oppassen als je uitstapt. We gaan zo ontbijten. Goedemorgen. Vanuit het Campanile Hotel in Leeuwarden. Ja, wij hebben hier wel een fijn verblijf gehad. Ja, het hotel is gedateerd en het is eenvoudig. Daar kan je gewoon niet omheen. Daarentegen ligt het tegen Leeuwarden aan. Je kan er zo naartoe fietsen. In de kamer heb je alles wat je nodig hebt. Je kan wifi, kan je zo inkomen zonder in te loggen. Ja, en gisteren hebben we ook lekker gegeten in het restaurant gisteravond. En vanochtend hebben we een prima ontbijt gehad. Het ook met de coronamaatregelen, maar dan wel op zo'n manier ja, dat het heel toegankelijk is. Ja. En personeel ook ontzettend vriendelijk en gastvrij. Dat moet wel even gezegd worden. Complimenten daarvoor. En ja, die zijn gewoon zo aardig dat je zelfs de zeskantige jaren 60 tegeltjes op de vloer mooi gaat vinden. Dus ja. Ja, dus dit hotel krijgt van ons een ruim voldoende. Ja. Ga zo door hoor. Doei.